Goedendag allemaal, welkom bij AM op de Profare 2019. Ook dit jaar is AM weer aanwezig, 3 dagen lang op de Profare met een eigen stand. De stand staat in het teken van 5 maatschappelijke thema's. We beginnen deze eerste dag heel goed met een presentatie van een white paper over onze ervaringen met gedurfde duurzaamheid. Wat brengt circulariteit ons en hoe hebben we dat aangepakt bijvoorbeeld bij de Bijlmer Baaiers in Amsterdam? Nou, gedurfde duurzaamheid is echt een belangrijk onderwerp voor AM. En ik werk eraan met collega's om in nieuwe projecten steeds de volgende stap op duurzaamheid te ontdekken. En de lessen die we leren, die passen weer toe in al onze andere projecten. En zo komen we continu verder. En vandaag hebben we het heel erg over circulaire economie. Want circulaire economie betekent echt heel anders gaan organiseren als bouw- en vastgoedsector. Anders opdracht geven, anders samenwerken, veel meer sturen op prestaties. Maar ook nadenken over de impact op lange termijn en hoe je dat nou organiseert in een bouwketen bijvoorbeeld. Gedurfde duurzaamheid is duurzaamheid met lef. AM loopt voorop, wat ik zeg, voor de troepen uit en is daar heel erg goed mee bezig. En ik denk dat veel partijen snel moeten volgen. Het is een belangrijk thema, ook een maatschappelijk thema, wat voor kopers heel erg belangrijk is. Het gaat niet eens zozeer meer om de financiële component daarin, maar ook dat mensen hun eigen maatschappelijke statement op die manier willen maken. Als je in een project dat allemaal tegelijk aanpakt, dan denk ik dat je echt op de goede weg bent. En ik vind het wel heel bijzonder wat AM doet.